Deze sierlijke roofvogel, die als een vlieger boven dit weiland jaagt en vliegt, is de grauwe kiekendief. Het is een mannetje. Dat kun je zien aan het grijsblauwe vlerenkleed met de brede zwarte vleugelpunten. Hij lijkt behoorlijk veel op het mannetje van de blauwe kiekendief, die we eerder zagen in Vogelen met Limosa 8. Maar er zijn toch een paar duidelijke verschillen. Ten eerste zie je dat hij op de bovenvleugel en de ondervleugel een band heeft, een zwarte band. En hij heeft ook een meer bruinachtig verenkleed op de vleugels en de ondervleugels tegen het lichaam aan. En verder zie je dat hij geen duidelijke witte stuit heeft, wat we bij de blauwe kiekendief wel konden zien. Het is een nog sierlijker vogel dan de blauwe kiekendief en zeker dan de bruine kiekendief. En ook op afstand kun je hem goed onderscheiden met enige ervaring op basis van dat sierlijke, meer zwaluwachtige vliegbeeld van de grauwe kiekendief. Voor grauwe kiekendieven moet je eigenlijk naar Groningen toe, Zuid- en Oost-Groningen, het Lauwersmeergebied. Dat zijn de beste gebieden waar in Nederland grauwe kiekendieven broeden. Het ging in de jaren 70 heel slecht, maar men kwam er door toeval achter dat in Groningen in het begin van de jaren 90 de grauwe kiekendieven het vrij goed deden, omdat de akkers daar na de oogst een tijd braak werden gelaten of werden ingezaaid met een gewas zoals luzerne. En dat bleek heel goed te zijn voor de grauwe kiekendief. En toen is de bescherming op gang gekomen van dit prachtige beest en sindsdien gaat het gestaag aan de betere hand. En hier is het vrouwtje, samen met het mannetje in hetzelfde gebied, dus dat is leuk. Het vrouwtje van de grauwe kiekendief, dat lijkt wel echt heel veel op het vrouwtje van de blauwe kiekendief. Heeft ook, zoals je misschien kunt zien, een witte stuit. Er zijn wel uiterlijke kenmerkverschillen tussen beide, maar omdat de grauwe kiekendief vrouw hier zo ver weg is, heeft het niet veel zin om die te benoemen. Het belangrijkste verschil is ook, en nog meer dan bij het mannetje, de slanke bouw en de slanke vlucht en de bewegelijkheid. Zeker bij het vrouwtje van de grauwe is de slanke bouw is echt opvallend. Een lange staart en naar verhouding lange vleugels onderscheiden we met enige ervaring van het vrouwtje blauwe. Trouwens ook leuk, daarnet en nu zie je dat er een aantal zangvogels bezig zijn om het vrouwtje grauwe kiekendief echt lastig te vallen. Die moeten natuurlijk niks weten van zo'n rover die daar boven de graslanden jonge vogeltjes aan het jagen is. Wil je trouwens het vrouwtje blauwe kiekendief nog vergelijken hiermee, dan ga naar Vogelen met Limosa 9, 11 of 17. Dan kun je goed beide vogels vergelijken. Nou, we hebben geluk vandaag, want 200 meter verderop in een ander weiland is dit mannetje grauwe kiekendief bezig. Ja, schitterend, wat een mazzel. De grauwe kiekendief is trouwens van de drie in Nederland broedende kiekendieven de kleinste. De bruine is het grootst en het meest algemeen in de zomer. En de blauwe is volgt daarop en die is zeldzamer in de broedtijd inmiddels dan de grauwe. De blauwe gaat heel slecht, terwijl de grauwe zich pas aan het herstellen is. De grauwe kiekendief broedt typisch in akkers, graanvelden, terwijl de blauwe kiekendief houdt van ruige natuurgebieden en in Scandinavië echt op de fjels en de toendra's broedt. De bruine kiekendief is echt een moeras en een rietvogel. En zo hebben ze keurig de leefgebieden verdeeld onderling. In de winter dan gaat de grauwe kiekendief naar de Sahel, ons althans. Toen in de jaren 90 dat beschermingsprogramma werd gestart, de werkgroep Grauw Kiekendief, toen werden er ook kiekendieven gezenderd. Dus we hebben ze helemaal kunnen volgen hoe die kiekendieven in de trektijd naar het zuiden en weer terug naar het noorden gingen. En ja, dat is werkelijk heel spectaculair. En als je een beetje googelt, dan kun je op internet ook websites vinden waar die
die waarnemingen worden gepresenteerd en dan kun je ze volgen. Bij ons zit de gouden kiekendief een beetje aan de rand van zijn verspreidingsgebied. Ze komen ook nog wel voor in Zuid-Engeland. Maar verder zijn ze algemeen van een hele brede band, van vooral in Spanje, heel algemeen, via Frankrijk, zo helemaal door Europa in, diep in Rusland. Ja, prachtige waarneming, heel blij mee. Overigens kun je ook nog wel een aantal gouden kiekendieven waarnemen in oostelijk Flevoland, maar daar zijn ze wat achteruit gegaan, dus dat is iets beter zoeken geblazen. Dat is wel gaaf dat we gisteren nog niet Inmiddels zitten we weer net als bij de Fute Special in het Zuidlaardermeergebied, bij de Kropswolder Buitenpolder. En daar zit deze gave vogel voor onze neus te vliegen. Vier witwangsterns, dat is echt een buitenkans. De witwangstern behoort tot de zogeheten moerassterns en is nauw verwant aan de zwarte stern. De zwarte stern die zagen we eerder in de weerribben in vogelen met Palsager 28. Moerassterns en dus ook deze witwangsterns zijn veel kleiner dan de veel bekendere visdief. En zeker dan de grote stern die we eerder zagen. En nou ja, je ziet het al, hij heeft echt een hele heldere witte wang als afscheiding van het nogal donkergrijzige lichaam en de zwarte kap. En in tegenstelling tot de visdieven heeft hij een korte staart en hij heeft ook kortere, bredere vleugels. Moerassterntjes en dus ook de witwangsterren, die hebben een heel ander fourageren of voedselgedrag dan visdieven. Ze eten eigenlijk niet echt heel veel vis, maar Ach. vooral insecten en kreeftjes op het wateroppervlak en dorretjes. Af en toe ook kleine visjes, maar die pakken ze doorgaans vanuit de vlucht en ze duiken niet zoals de grotere sterns echt naar vis. En dat geeft ze een veel meer zo'n zwaluwachtige vlucht en daar kun je ze ook goed aan onderscheiden. Het leuke is dat deze witwangsterns, die eigenlijk een vogel is van Zuid- en Oost-Europa, en hier echt helemaal aan de rand zit van zijn verspreidingsgebied, sinds enkele tientallen jaren met enige regelmaat broedt. En vooral hier in het Zuidlaardermeergebied, is een heel goed gebied. In totaal broeden er nou enkele tientallen paartjes in Nederland. En dit is denk ik wel de beste plek om te vinden. Daarnet en nu zag je een visdief langs vliegen en dan kun je goed zien dat die groter is en een grotere gevorkte staart heeft en veel lichter is van onderen. Dus dan kun je mooi het verschil zien In de tussen bocht, beiden. hè? En nog één visdief voor langs vliegend en dan ter vergelijking drie hier op een hek, overigens in het landje van Gruiters, wat we eerder hebben bezocht. En dan zie je duidelijk de hele lange staart en de lichte buik en borst. Nou, dat was hem voor deze keer. Tot een volgende keer. Dag!